hele goede morgen. Het is vandaag vrijdag. En wij gaan vandaag iets heel erg spannends doen. We hebben echt een leuke afspraak. We gaan richting Utrecht. Daar gaan we dus onze hypotheekakte bij de notaris tekenen. Eindelijk! En we zijn heel goed op elkaar ingestemd. Het is echt de eerste keer na zoveel tijd. Wil je mij even filmen? Kijk. Mooi hè, de outfits. Hey. Leuk hè? Okay. En Dina past ook bij onze outfits. Het is ook grijs op de achtergrond. Sorry dat we net een beetje gehaast aan het praten waren. Want we hadden echt gewoon haast. En we moeten gewoon richting Utrecht. Ik zit nu alleen in de auto zonder Nessie. Maar hij zit in een andere auto. Want hij heeft daarna afspraken. En ik ga daarna ook gelijk door naar Twente. Maar we zijn dus nu naar Utrecht aan het rijden. Naar notariskantoor. Om onze hypotheekakte te ondertekenen. Want ja, alles is eindelijk akkoord. En... vergunningen hebben we gekregen, dus we kunnen eigenlijk eindelijk starten met bouwen. Ik heb er echt zoveel zin in. Het gaat natuurlijk nog even duren voordat het allemaal klaar is. Maar het gaat eindelijk starten. We hebben eindelijk een go om te starten. En ja, echt een mooi begin van 2020. Het is nog 2 dagen tot Bali. Normaal gesproken wilden we eigenlijk hierna gewoon uit eten gaan, een beetje vieren en zo. Maar we dachten over 2 dagen gaan we al naar Bali. Dus we gaan gewoon onze afspraken voortzetten. Ik heb wel echt honger. Dus terwijl 2 weken met elkaar opgescheept. Ga je me zat raken, denk je, in Bali? Nee. Als ik je zat raak, dan gooi ik jou wel ergens in een massage te doen. Oh, lekker. Goeie man. Goeie comeback. Goeie. Het is toch echt nergens op, hoor. Vind je het spannend? Ja, ik vond het gilet echt lelijk, die boeven. Hij heeft wel echt een mooi outfit aan. Een nieuw broek van de Sarah. Laat eens zien jouw outfit. Ja. Je hebt het helemaal verpest. Ik heb het toch al gezien in het begin. Nou en? Kijk, hij heeft een heel mooi broek van de Sarah van de nieuwe collectie. Met een mooi truitje. Echt netjes. Je hebt nooit zo gekleed. Ik vind het echt heel leuk. En we zijn op elkaar afgestemd. Want ik heb ook een grijze blazer met een grijs jurk. Zo, dat hebben we achter de rug. Ik zit weer in mijn auto. Nesme is weer vertrokken. Hij heeft 2 afspraken nu. En ik ga nu lekker richting Twente. Ik heb afgesproken met vriendin. We gaan lekker uit eten. Lekker kletsen. Ik ben daar waarschijnlijk gewoon de hele dag. En dan ga ik in de avond weer terug. Ik heb daar wel echt heel veel zin in, moet ik zeggen. Jongens, ik ben inmiddels in Wijzen met mijn vriendin. En wij gaan lekker allebei een boerenomeletje eten. We hebben er echt zo lang al zin in. Zaten heb ik, waar heb ik morgen zin in? Ik, ja, we hebben echt zin in een boerenomelet. Dan is het wel een maand te zeggen. Dus we gaan nu samen een boerenomelet eten. Kijk, en hier zijn ze echt niet gierig. We hebben dus een munthee besteld. En kijk wat je er allemaal bij krijgt. Ontbijtkoek, snoepjes, koekjes. Heerlijk. Dat is een heerlijke boerenomelet. En we hebben hier uiensoep. Jongens, ik zit lekker in de auto met mijn vriendin. We gaan op naar bestemming 2. Ik had net echt gewoon, ja, ik durf niet te zeggen wat. Ik had net echt een aanval. Ik moest echt heel hard naar de wc rennen. Dat was echt niet oké. Ik weet niet wat ik heb gegeten wat niet goed viel. Maar ik heb een omelet gehad. En volgens mij doen ze daar soms melk erdoorheen. Ik doe het zelf altijd nooit, maar ik denk dat het daardoor komt. En toen zijn we daarna zijn we naar de DA gegaan, want hier hebben ze dus een DA. En er was echt zoveel korting en toen heb ik een paar nieuwe geurtjes ontdekt. Maar ik wil eigenlijk bijna een geurtje kopen. En toen had ik die aanval gekregen, dus moest ik heel hard naar de wc. En toen heb ik geen geurtje. En nu gaan we even de auto ergens anders parkeren, zodat we weer kunnen teruggaan naar die parfumzaak om mijn geurtje met korting te scoren. Zo, ik ben geslaagd. Ik heb mijn parfum gekocht. Ik heb mijn oude vertrouwde geur gekocht. Dior Poison. Ik weet niet of mensen die van vroeger herinneren. Maar het is een geurtje die mijn oma altijd opdeed. En die is inmiddels overleden. Dus dit vind ik echt zo'n geurtje die me echt altijd aan Irak doet denken, aan mijn oma. Dus die heb ik lekker voor mezelf gekocht. En alle parfums waren btw-vrij. Dus daar kregen we overal 21% korting op. Dus dat was wel fijn. It's Britney, bitch. Kijk, ik ga even parfum op doen, want ik kruip naar eten. Aangezien we dus hebben gegeten en we
aangezien toen we gingen eten, letterlijk bij de keuken zaten. En ik ruik het gewoon aan mezelf. Deze Poison van Dior. Echt een van mijn lievelingsparfums. Het is gewoon echt een klassieker die ik altijd koop. Kijk hoe cute die is. Nou jongens, van reizen. We zijn weer doorgereden naar Hengelo. En we zijn nu weer van de Valk. En we gaan hier gewoon lekker uitgebreid eten. Ze hebben hier wel echt een mooie van de Valk. Super groot. Guys, dit is ons eten. Ik heb lekker tonijn. Met groenten. Liz heeft altijd de gewoonte om mij te sturen wat hij eet als ik niet met hem eet. Hij heeft me net gestuurd. Ik ga stuk. Het ziet er wel echt lekker uit. En kijk wat hij drinkt. Sherry Zero Sugar. Die wil ik nog een keer proberen. Zo, inmiddels is het 9:45. En ik ben weer onderweg naar Rotterdam. Ik had Nassim gebeld. Die heeft op dit moment een meeting. En we zijn eigenlijk tegelijkertijd thuis. Dus dat komt me goed uit. Jongens, ik ben net thuis. Ik heb net gedoucht. Ik ben net thuis. Ik heb net gedoucht en ik neem altijd mijn mobiel mee naar de douche. En toen had Nessie mij dus onder de douche gebeld. Hij is dan trouwens op de wc. Dat hij dus gewoon weer bioscoopkaartjes voor ons heeft gekocht voor vandaag nog. Dus we gaan zo met een half uurtje alweer vertrekken naar de bios. En waar gaan we naartoe? Hans en Grietje. Maar dan horror. Lijkt me echt leuk man. Leuk is een kaartje. Hoe kom je op eens bij? Ja, ik weet niet. Ik dacht gezellig, je haar is nat, het is nu. Ik heb het gedoucht. Godverdomme. Ja, dus dat is een beetje de planning. Echt een heel lange dag. Het is wel over uren. Ja, maar dan moeten we toch over een half uur vertrekken, schat. Dat klopt. Ik, ik ga even een jogging iets uitkiezen, maar ik ga nu even chillen. Ja, dan heb je niet gezien. Oh, zo lief. Koud. Zo lief. Ben je had geen max voor jezelf gehaald. Ja, onderweg, want ik wist toch niet dat je het had gehaald. Oh, gembersotjes voor mij ook. Wat lief allemaal. Wat word ik verwend vandaag. Ja, leuk hè. En ik heb ook voor mezelf gekookt. Ik heb aan mijn volgers laten zien wat je voor jezelf hebt gekookt. Echt? Ja. Yo, ik zeg, man, die zal maar zeggen wel lekker hoor. Heb je die ene kant klaar gekocht? Ja, zeker. Ja, dat zag dit ik al. Dit is de luiheid van de man. En dit ook. Hele goedemorgen. Het is vandaag zaterdag. Ik heb vandaag allemaal afspraken ingepland ter voorbereiding van... Bali, dus daar ga ik heel snel naartoe. Ik heb mijn Cola Zero mee. Pepsi Max, die vind ik veel lekkerder. Dus ik ben nu echt 10 minuutjes bij Elna's huis. Oh, ik heb niet eens gezegd, ik ga dus nu naar Elna's, want ze moet echt heel erg nodig mijn wenkbrauw fixen. Ik heb ze eeuwig alweer niet gedaan, maar ik heb ze echt bewaard voor Bali, dat ze gewoon goed uitzien in Bali. Maar ik ben gewoon om en vertraagd. Eerst had ik een afspraak om 1 uur. En ik dacht, ik ga er gewoon als zwerver heen. En ik had me niet opgemaakt en jogging aan, weet ik veel wat. Toen had ze me dus geëffd van, kan je ook om 1:30 komen? Toen dacht ik, ja, oké, prima. Ik ga gewoon rustig aan mijn make-up doen, maar ik heb mijn haar niet eens gedaan. Dus ik heb mijn make-up gedaan. En toen was ik al 10 minuutjes te laat. Want ik keek en toen was er al vertraging op de weg. En in plaats van 1:30 kwam ik al dus 9:50 aan. En nu heb ik weer 10 minuten vertraging, terwijl ik letterlijk in Den Haag ben. Naast haar huis gewoon. Dus ja, dit is een beetje de situatie nu. Maar maakt niet uit. Ik heb vandaag gewoon een dag ingepland voor al mijn beauty rituelen en afspraken. Zodat ik lekker clean, mooi en netjes naar Bali kan. Zo, wat een voorbereiding hè. Ik heb al mijn droge lippen. Dat zien jullie natuurlijk niet zo, want ik heb een lippenbalsem op. Ik heb echt om mijn droge lippen. Dus ik heb ze maar even ingevet. Ik weet niet, ik heb de laatste 2 weken echt zulke vieze droge lippen. Ik heb echt nog nooit zo erg gehad. Maar ik heb ze gewoon even ingevet. Ik hoop dat het een beetje helpt. En ik hoop vanavond nog even naar de zonnebank te kunnen gaan. Guys, ik ben bij Elna's. En letterlijk alle klanten van Elna zijn vandaag te laat. Dus het ligt niet aan mij, gelukkig. We gaan snel even aan de slag. En dan zie je straks het einde. Trouwens, dit is before natuurlijk. Jullie moeten wel echt goed van dichtbij zien. Mijn wilde haargroei. Het valt nog wel mee. Oh, ik heb het wel bijgetekend. Dat is wel een beetje dom. Nou, en zo zie je er tussen de behandeling uit. Ik weet niet of je het goed kunnen zien. Maar ik laat jullie even straks in de auto het eindresultaat zien. Ik zweer. Elna's is gewoon de best met wenkbrauwen. Okay, jongens, ik ben klaar. En Elna's gaat een speciale poeder op doen. Om al die roodheid weg te krijgen. Ja, dit is een mineralenpoeder met pure pigmenten. En daardoor is hij ook heel dekkend. Er zit geen talpoeder aan toegevoegd. Dus ik krijg gewoon foto's van mijn live. Zo, klaar met de eerste afspraak. Het zijn mijn wenkbrauwen. Echt
heel mooi. Glee. I love it. Thank you, Elnas. Ik moet nu heel snel door naar mijn volgende afspraak. Aangezien deze een beetje uitliep. Dus ik ga snel doorrijden. Ik moet ook nog denken. Goedenavond, mensen. Het is me weer een dagje geweest. Oh, hier. Frikandellas. De frikandellen. Oh, pas op. Ik heb lekker frikandelletjes. Jezus, met mayonaise. Dankjewel. Oh, ze ruiken zo lekker. Oh. Ik heb dus frikandelletjes besteld. Ik ben opgehaald door Nessie. Want ik ga lekker mee met zijn show in Leeuwarden. En omdat hij best wel lang onderweg zal zijn, vond ik wel leuk. Zo lekker. Dat ik dan mee kwam. Dus hebben we afgesproken bij de tank, want ik was echt zo laat met mijn beautyafspraken. Ik heb mijn nagels gedaan, ik heb nog een pedicure gehad, alles erop gedaan. En toen heeft Nessie me opgehaald bij de tank om dan samen naar Leeuwarden te rijden. Dus het wordt echt een lekkere, leuke nachtje in de auto met Nessie en frikandellen eten. Leuk, ik ben echt zo blij dat je op mij hebt gewacht, want ik was eigenlijk veel te laat. En ik wil echt toch wel graag gewoon met Nessie zijn deze avond. Ik ben blij, want anders moest ik 4 uur alleen rijden. Ja, en ik wil gewoon graag met jou mee. Ik ga nu lekker genieten. Love jullie! Love jou! Doei! We zijn aangekomen in Leeuwarden. En ik zit in de super gaande dressroom. Nessie is even foto's aan het maken en Q is er nog niet. En kijk deze snacks hier, dat is echt leuk. Kijk dan, Lion. Oh, zo lekker. Chippies, we hebben hier Skittles, fruit. Kijk dit dan, ik heb honger. Heb je al kijk dan. Lion. Oh. Ja, precies. Oh, je hebt gekke dingen, man. Ja, je hebt echt Skittles. Ja, je hebt echt gekke dingen hier. En kijk dit dan. Oh mijn god. Vorig jaar zou ik hier gewoon zo blij van worden. Maar ik drink geen Red Bull meer, maar dit is echt gewoon perfect. Ik zie er letterlijk al de hele dag zo uit. Ik heb gewoon mijn sweater nog aan en mijn jogging en mijn sportschoenen. En ik ben gewoon zo meegegaan. En luister jongens, geniet van het leven. Fuck dieet. Ik kon het echt niet weer staan. Ik vind het echt zo lekker, alleen die geur al. Enjoying life, bitches. Nou, ik schaam me echt niet, hè. Ik heb alle Lions in mijn tas gestopt. Oh, lekker. Mag ik het zeggen in jouw vlog? Ja. Ik ben 8 kilo afgevallen, jongens. Ik heb 12. Ik kan mijn shine niet afpakken. Ik wil shine niet afpakken. Je wilt het gewoon even zeggen. Goedemorgen, het is vandaag zondag. Ik ben heel vroeg opgestaan. Ik moest naar de sportschool van Nessie. Ik moest even een foto van hem maken voor een campagne. Heb ik gedaan. Toen ben ik heel snel naar de mediamarkt gegaan. Want ik deed mijn camera aan. En ik had één of andere rare filter op mijn camera. Ik dacht, nee, ik laat het me niet gebeuren voordat ik naar Bali ga. Dat ik opeens een rare filter op mijn camera heb. Dus toen heb ik de domste vraag ever gevraagd aan een medewerker. Of die mijn camera dus weer op fabrieksinstellingen kan resetten. Dat heeft hij gedaan, maar hij moest wel een beetje lachen om mij. Ik stond een beetje voor paal. En ik heb een nieuwe SD-kaart gekocht. Zo, en dan ben ik McDonald's even geweest om een koffie te halen. Ik had jullie nog niet verteld, maar ik ben dus laat naar de bios geweest voor de film Hans en Grietje, maar dan de trillerversie. Moet ik jullie eerlijk zeggen dat het de eerste film was waarbij ik mensen gewoon tijdens de film weg zal gaan, want het was echt zo'n slechte film. En na een uur werd hij nog niet beter. Het duurt 2 uur trouwens. Dat is echt zo bagger, zo slecht. Dat ik en Nessie ook gewoon na een uurtje gewoon naar huis zijn gegaan, want het was echt... Ik heb nog nooit zo'n slechte film in mijn leven gezien. Het is echt geen aanrader. Ik zou er niet naartoe gaan. De helft van de bioszaal was gewoon weggelopen tijdens de film. Dus dan weten jullie dat. En ik heb gelukkig mijn koffie. Zo, guys, ik heb het gered. Alle dingen gehaald die ik moest halen. En mijn pakketje opgehaald. Oh, eindelijk thuis. Ik moet eigenlijk heel erg nodig douchen, want mijn haar is echt zo vies. Ik heb ze vandaag ook niet gefixt. Maar ik ga denk ik eerst dit allemaal even uitpakken. Ik heb allemaal dingen van vakantie gehaald. Ik ga even ontbijten. Daarna ga ik nog even naar de zonnebank voor de laatste keer. En dan ga ik pas na een uurtje douchen. Want ik doe meestal zo'n crème op als ik onder de zonnebank ga. En dan mag je even een uurtje niet douchen. Dus dan ga ik pas daarna douchen. Ik heb kattenvoer gehaald voor Honey. Want ze verblijft weer even bij Honey. Ik heb mijn supplementen weer bijgevuld. Ik wil meenemen naar Bali. Want ik wil het allemaal wel gewoon goed bijhouden. Ook als ik in het buitenland ben. Ik heb
grind gehaald, extra Zara pakket. Heel veel dingen van Kruidvat. En die ga ik jullie nu even laten zien. Ik heb een paar dingen bij die ik niet meer neem op vakantie hoor. Maar, het belangrijkste, lenzen voor mij. Ik heb van die, wat zijn het eigenlijk, hoe heet deze dingen, weet ik niet. Voor je tanden, om je tanden te reinigen. Oh, om je tanden te reinigen heb ik 2 stuks van, want die waren in de sale. En die had mijn mondhygiëniste aangeraden vanwege mijn spalk. Kan ik het tussendoor zeg maar, zo schoonmaken. Ik heb een mondspray gekocht. Dat vind ik heel erg handig voor reizen en vliegtuig. Ik heb dit gratis erbij gekregen omdat ik zoveel shit had gehad. Dit voor huis. Want we maken laatst echt heel veel vis. En dan ruikt het ook echt heel erg goed. Dus ik hoop dat dit gaat helpen. Ik heb een zonnebrandcreme gekocht. Eentje van Garnier. En eentje van Biodermal. Ik ben benieuwd welke beter is. Ik heb make-up lipjes gekocht. Super handig voor. Ik ben niet van plan om elke dag mijn gezicht uitgebreid te reinigen. Ik heb 2 conditioners gekocht, want die waren in actie. Ik heb wenkbrauwpotlood gekocht van Catrice, die ik altijd gebruik. Ik heb weer... Ondertussen ben ik in een zonnebank geweest. Oh mijn god, ik ben vuurrood. Maar mijn camera viel uit toen ik aan het unpacken was, unboxen was. En ja, dat is allemaal wat ik heb gehaald. Ik heb ook nog oordruppels voor in het vliegtuig, want ik heb altijd last van mijn oren. Kauwgom voor mij, voor Nessim in de tas. Dit voor in een handbagage om te snacken in het vliegtuig. Ik heb nog Odorex deodorant. Hierdoor dus weet ik echt nooit. En voor de rest heb ik het allemaal laten zien, denk ik. Zo, ik heb even snel een salade gemaakt als lunch. Oh, ik heb hier echt zoveel zin in. Ik heb de tomaatjes en de gambas in de oven gedaan. En de rest gewoon sla, pijnboom, pitje, sesam, avocado en olijfjes. Heerlijk. Zo, ik heb even mijn koffer gepakt. Nessie heeft die andere koffer gekregen. Die vind ik eigenlijk veel fijner. En hier ligt alles wat mee moet. Dus dat gaat er nu in. Ik heb gisteren trouwens mijn nagels nog helemaal niet laten zien. Maar dit zijn mijn nagels. Ik heb ze gisteren laten doen. Gewoon heel natuurlijk. Niks raars of zo. En ik heb hetzelfde eigenlijk gedaan op mijn tenen. En Nessie zei voor het eerst mijn nagels er heel mooi uitzagen. Want hij vindt die lange gekleurde nagels eigenlijk helemaal niks. Maar hij vond dit eigenlijk heel erg mooi. Zo, wij hebben alles klaargelegd voor de katten. Voor grind, vodka rol een stuk. En kattenbakken. Dina is gewoon zelf hierin gegaan. Ik zweer, ik heb niet eens moeite gedaan. Vind je het leuk? Waarom gaat het erin? Verder. Een hele goede morgen of goede middag. Het is vandaag maandag. En wij gaan eindelijk naar Bali. Ik heb gewoon lekker een chill outfit aan. En Nessie nog niet, want hij heeft zo nog opnames voordat wij vertrekken. Hij heeft wel leuke opnames, hè? Ja. Hoe heet dat programma ook weer waar je aan meedoet? Tanto Muzikaal. Ja, ik vind het echt leuk. Ik kijk het altijd. Ja. En ik heb gewoon lekker een chill outfit aan. Ik heb een trainingsbroek en ik heb een truitje aan van Nessie. En Nessie heeft ook nog een vest gehaald in de ochtend voor mij. Volgende week. Is het lekker of niet? Ja, ik vind het eigenlijk wel lekker. Heb je ook zo'n vest voor jezelf gehaald? Ja. Ja, dus we hebben allebei een beetje soms al te vest. Ik weet niet of jullie het op beeld goed kunnen zien, maar jongens, ik ben wel echt mooi bruin geworden. Ben ik bruin geworden, Nes? Prachtig. Ja, ben ik echt bruin geworden, geen grappen. Ja, je bent... Jezus, rustig man. Ik heb geen geduld voor jou, je had net een ongeluk. Je bent wel iets bruiner geworden, ja. Iets? Maar we zijn niet gewoon bruin ben geworden. Ja, je bent bruin geworden, maar je was steeds niet... Ja, ik ben bruin. Je bent niet... Je bent, jij bent bruiner. Sorry, maar jij bent gewoon echt heel donker. Je bent echt heel donker, ik ben gewoon getint. Jongens, wij waren zo mooi op tijd voor zijn afspraak. En Waze... Maar Mandy heeft verkeerd adres gestuurd. Echt niet, Waze bracht je naar een ander adres. Ah, kut Waze. En nu moeten wij een kwartiertje verder rijden. Dat is wel jammer, want Nessie had er niet van te laten komen. Nessie haat dat. Nessie is echt zo iemand die altijd op tijd ergens moet zijn. Ik zeg je heel eerlijk, dat was echt gevaarlijk. En oma stak gewoon random de weg over dat de andere auto gewoon naar ons zijn van stop. Kan toch niet? Je kan toch niet met een rollator gewoon random over een weg? Oh, wat erg. Dus maar dat je langzaam reed. Krijgt de beurt, ja? 5 seconden. Gelijk antwoord. Ja, dus eigenlijk 5 seconden maximaal. Dus je mag niet run the world, girls. Who run the world?
dankjewel. Ja, dat is goed. Ja. Oh, klaar met filmen. Tenminste, Liz is klaar met filmen. Wij gaan nu even wat eten. Snel. Het is nu al 4:30. We moeten 9:00 vliegen. Even snel eten. Daarna naar Schiphol. Vond je de opnames leuk? Hartstikke leuk. Ik heb me echt dood gelachen. Ik was echt helemaal rood geworden, want het was best wel warm. Yeah. En ik was de hele tijd aan het lachen, dus ik voelde gewoon mijn gezicht gewoon op een gegeven moment gewoon branden van de hitte. Maar ik heb me echt dood gelachen. Iedereen was echt zo fanatiek en aan het gillen en schreeuwen tegen elkaar. Dat was echt dood lachen. En Nessie was echt, ja, dat is, ik zeg niet. Je moet zelf even kijken of hij goed of slecht was, maar dat was wel lachwekkend, zeg maar. Echt goed. Ik was echt goed. Zo, 3 keer raden waar we naartoe gaan. Oh mijn god, wij maken echt zo verrassende keuzes. Niet normaal. Ik denk dat wij een keer nieuwe plekjes moeten zoeken. Ik denk het wel. Ik durf niet eens meer zeggen waar we naartoe gaan. Raad maar gewoon. Raad maar. Nou, hallo jongens. Ik weet niet of jullie het goed hebben geraden, maar wij zitten bij de Merel. Ik ga mijn haar vast doen, want ik denk dat mijn haar hier gewoon echt mega erg gaat stinken. Prachtig dit. Heel nog wat wifi, want dan kunnen wij op Netflix nog een paar films downloaden, want het is ons niet gelukt thuis. Dit is echt mijn favoriet. Heerlijke thee. Wat? Jij! Wat? Waarom? Die zeurt! Waarom dan? Nes! Hij downloadt niet de Netflix, Nes! Nes! Waarom doet je het niet? Dit was ik echt vandaag. Blijf meteen aan de bakken. Alles wat ik vandaag wil downloaden lukt niet. Bij Nessie wel. Elke keer zeg ik Nes. Dat is wat ik zie. Als jij praat zie ik dit. Ja, ik weet niet waarom, maar niks wil lukken op mijn mobiel. En bij hem lukt alles. Nes! Mijn telefoon! Uiteindelijk op Schiphol. We hebben net onze bagage ingeleverd. En dat is echt heel fijn, want het was echt zo mega zwaar. Ik ben echt bij de daar niet meer gelopen. En ik heb nu alleen maar deze tas. En Nessie heeft deze tas. Dat weet echt niet veel van de spullen. Ja, maar hij heeft echt zo'n rugtas en heeft hij zijn laptop en zo erin. Maar kom, pak eens een klein karretje daar beneden. Ja, is beter dan. En ik denk dat we nu eventjes lekker ergens gaan zitten. Films gaan downloaden, koffietje gaan drinken. Dat is een beetje de goede planning. Ja, man. Mijn immuunsysteem is kapot. Hier. Ja.